Goede verhalen vertellen betekent is, is geen kostending. Daar kun je gewoon geld mee verdienen. Het is gewoon een kwestie van tijd. Wanneer iedereen snapt dat duurzaamheid gewoon de allerbeste business case is die er is. Bij mij te gast Arthur Herpel van Bureau Heldergroen. Welkom bij Cvd TV. Arthur, van harte welkom. Uh, Laten we dus beginnen met ongeveer twee jaar geleden, toen heb je het bureau gekocht, uh, want het bestond al. Uh, en opricht was Sander Veenendaal. Kun je, je vertellen hoe dat zo is gekomen? Uh, ja, dat kunnen we zeker. Uh, na het vorige avontuur met reclamebureau Brandy Tully, hadden we verkocht aan, uh, aan Talpa. Om daar in een grote droom uh, mee te gaan doen. Uh, en dat in coronatijd mochten we iets eerder eruit. De droom bleek uh, toch niet zo'n droom? De droom bleek niet uh, uit te komen. Oh. Maar wel een uh, hele mooie en leerzame tijd daar gehad. Ja. Maar daarna, na twintig jaar, in media reclameland. ga je er wel denken, ja, wat, wat, wat ga ik nu doen? Yeah. Um, overwogen om helemaal niet meer terug te gaan naar Amsterdam-media-reclame. Mm -hmm. En toen kwam ik Sander Venendaal tegen, die 18 jaar uh, helder groen had gerund en, en wilde gaan bergen beklimmen en andere dingen in het leven gaan doen. En uh, wilde zijn kindje graag overdragen aan iemand of een andere partij. Yeah. En toen heb ik twee keer over het strand met hem gelopen. En eigenlijk na vijf minuten op het strand lopen, toen dacht ik van ja, dit, dit is gewoon mijn volgende, volgende stap. En had, je, volgende... had jij zeg maar, heel veel, heb je heel veel geld verdiend door de verkoop uh, van je bureau? Hoe moet ik dat uh, uh, zien? Even ondernemers uh, technisch. Ik, ik vind, vind al snel dingen veel geld. <laughs> nee, mag zeggen, was je financieel onafhankelijk? Of nee, wat, nee, dat, nee, dat niet. Nee, ik nee, moest nog wel gewoon lekker, uh, lekker aan de bak. Okay. Maar het hielp wel om, om, om makkelijker keuzes te maken in je, in je toekomst. Dat ja, zou ik niet ja. uh, ontkennen. Ja. En uh, maar het was het belangrijkste dat Sander uh, handelde 18 jaar vanuit idealisme en, en, en dingen beter doen en anders doen. En, en ik had zoiets van ja, nu is de tijd daar dat duurzaamheid en, en met elkaar nuttig bezig zijn eigenlijk wel het onderwerp is, is omarmd. Ja. Oké, okay, misschien moeten we nu iets minder vanuit idealisme gaan handelen, vanuit helder groen, maar meer gewoon, oké, okay, nu moeten we met z'n allen heel hard aan het werk en ja. hoe gaan we dit groter maken en meer impact maken ja. en niet in termen van meer winst, maar gewoon meer impact ja. en meer beweging. Want wat ben jij? Ben jij? Want dit klinkt als een uh, ondernemend uh, idee zeg maar en Sander is ik ken hem niet verder hoor maar mm -hmm. als ik hem zo snel even research dan is hij de typical cre creatief uh, zeg maar met met ja. met met alleen maar passie in zijn donder ja. uh, wat ben jij hoe moet ik jou neerzetten jeetje uh, ben je uh, ik denk ben je meer een allrounder ik ben strateg van van origine uh, dus ik ga wel van om na te denken van van kloppen dingen en waarom zijn dingen zoals ze zijn mm -hmm. um, maar inmiddels gewoon veel meer een allrounder geworden. En en ondernemer. En mm. Hardwerkend persoon. Ja, dat, ja, 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 dat gewoon logisch maar, nadenken. Even, de, ik vraag dat vaker aan ja. gast, omdat het mooi vaak een soort beeld schetsen. Dus zometeen gaan we over het bureau praten. Hè, want mm. er is een heleboel te bespreken. Uh, want, want even jullie credo. Jullie maken grote merken groen en groene merken groot. Hè. Dat is ja. al lang het credo. En dat ja. is nu belangrijker dan ooit. Nou hoe jullie dat invullen en wat de plannen allemaal zijn zometeen. Maar om nog toch, ik vind het altijd interessant om een beetje een beeld te krijgen van de gast. Ja. Uh, en dan vind ik het altijd heel interessant om even zeg maar, terug te gaan naar je was. Twa of zo. Ja. Oftewel, van uit wat voor nest kom jij? Uh, Rijtjeswoning. Vader uh, werkte in de ICT uh, binnen de overheid, moeder viool, lerares uh, En ik hield van voetballen. En, en dat was eigenlijk alles wat er bestond in mijn leven. En dromen, uh, ambities? Nee, vandaag en, en morgen. Ja? Was, pas, pas, pas veel later toen mijn enkel. Uh, het begaf op mijn 22e ben ik pas gaan nadenken van... er is wat meer dan de voetbalclub waar ik altijd rond, rondhing. hing. Ja. ben ik naar Groningen gegaan, daar gaan studeren. En uiteindelijk in China een exchange program gedaan. Uh, een tijd in Peking gezeten in mijn eentje. En pas toen dacht ik van... oké, okay, nu, nu, toen is alles aangegaan in mijn hoofd. Ja. Uh, daarna naar Amsterdam gegaan. En, en gewoon beseft, oké, okay, ik heb heel veel dingen te doen... Maar ik had vroeger niet iets van: oké, okay, ik, 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 ik ga de reclame in of de media in of rond duurzaamheid. Maar dat gevoel van: ik heb heel veel dingen te doen. Moet ik dat vertalen als: uh, ik heb heel veel drijfveren intrinsiek? Of er, ik yeah. moet, of er is heel veel te doen van: er moet heel veel dingen gebeuren in de wereld. Nee, ik heb intrinsieke drijfveren om heel veel energie te. Pot vieren op vraagstukken. En, en ja. met mensen ja. uh, aan de gang te gaan. Ja. En, en ideeën te bedenken. En dat, en dat heb je gedaan. Hè? Als, als je jouw cv doorloopt, dat, dat, dat zijn flink wat stappen in reclame Medialand gedaan. Hè? Je, ja. hebt, je hebt alle hoeken en gaten wel gezien, volgens mij in de afgelopen jaren. Ja. Wat zijn de highlights daaruit? Uh, ik vond het verschrikkelijk leuk om uh, binnen Media Brands, de Mediabureau groep, om daar. Acht jaar geleden echt een creatieve cel neer te zetten, UM Studios. Waar we data, mediakennis en creativiteit bij elkaar brachten. Mm -hmm. uh, dat is heel leuk om te doen. Mm -hmm. en, en dingen bij elkaar te brengen. Niet, niet alleen vanuit creatie te denken of alleen vanuit media. Maar gewoon het bij elkaar te brengen. Um, maar met tijd bij Brand New Telly om vanuit de gedachte dat, dat de Lego-film. Uh, waar ik met mijn zoontje ook naartoe ben geweest, betaal je gewoon twee keer 15 euro om anderhalf uur reclame te kijken. Mm. Dus, uh, goede verhalen vertellen betekent, is, is geen kostending, daar kun je gewoon geld mee verdienen. Dus de waarde van creativiteit en verhalen vertellen en dat aanstekelijk maken en daar vanuit de Brand heel veel mee bezig te zijn, met ING en prachtige documentaire gemaakt en, en vanuit content heel erg na te denken, was ook een. een Verschrikkelijk mooie tijd mm. veel van geleerd. Uh, en bij Talpa uh, na de verkoop van Brandy Telly ook, ook weer bijzondere dingen meegemaakt en geleerd van, van wat, wat het betekent in details om hele grote dingen uh, proberen neer te zetten. Mm. Dus nee, we hebben veel verschillende dingen gedaan. En overal van genoten en van geleerd. Alles is gewoon een nou, stap in ja, de reis? Ja, een stap in, in, in de reis, zonder mm. te weten waar die reis precies naartoe gaat. Mm -hmm. Maar nu wel, en ik denk dat die strandwandeling met Sander wel daar een, een mooi moment was. Dat ik dacht van ja, ik heb een lange tijd ook voor Coca-Cola gewerkt. Daar is zoveel van geleerd. Oké, okay, mm. dat kan ik niet toepassen op hele groene, mooie, duurzame start-ups. Dat ik denk, ja, die technieken van die grote merken die je af en toe ook bestempelt als... als de, de foute bedrijven, of die doen het nog niet goed, et cetera. Uh -huh. ja, daar heb ik wel heel veel van geleerd. Wat je nu kan toepassen, uh -huh. op die groene bedrijven groot maken. Ik denk, ja, heerlijk dat ik die dat heb meegemaakt. Niet, niet met het doel om daarna later iets mee te doen. Maar gewoon nu te beseffen van, ja, dit past nu bij elkaar. En wat het over vijf jaar of tien jaar gaat zijn, dat... dat Zie je dan wel weer. Zie je we me dan wel weer. Nee, ja. hey, uh, de... de... Ik snap die groene merken uh, groot maken, die uh, begrijp ik. Uh, maar laten we even bij de kern beginnen. Wat is voor jou groen? Uh, goeie vraag. Uh, ik heb hem in de afgelopen twee jaar denk ik geframed naar nuttig. Kijk, duurzaamheid gaat over planet en people. Dus het is niet alleen maar planet waar we ons druk over maken... en milieu en, en energie binnen, binnen Helder Groen, maar ook over uh, uh, mensen... Uh, het Nederlandse GGZ werken we net zo lief, uh, omdat daar ook heel veel werk te doen is om te zorgen mm. dat we in onze kopies allemaal uh, 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 sterk genoeg zijn. Mm. Um, dus nuttig is denk ik uh, een scholengroep uh, is, is voor het, mij ook een, een. Is het de wereld een stukje beter maken? Kan ik het zo vertalen? Uh, dat uiteindelijk wel, ja, ja, ja. En zijn dan bedrijven met enkel commerciële drijfveren niet groen? Uh, als uiteindelijk het, het enige waar het om draait binnen een organisatie is winstmaximalisatie, dan denk ik dat wij als Helder Groen en ik daar mijn energie ook niet in gaan stoppen. Uh -huh. Ik geloof dat het prachtig samen kan gaan. En daar zijn inmiddels legio voorbeelden waar, waar uh -huh. gewoon heel commercieel georiënteerde bedrijven, maar ook een Prachtig verhaal hebben vanuit hun rol in de mens, uh, uh, rol in de maatschappij en in relatie tot de mensheid, ja. waar het perfect samengaat. Uh -huh. Ja en dan, dan gaan we lekker aan de bak. En ook voor bedrijven die daarna op zoek zijn, gaan we mee ja. en sluiten we dat niet uit als ze het nog niet zijn. Maar als ze de intentie tonen om ook beter een invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden in relatie tot de uh, mensen, maatschappij. Hoe ja, ver zijn bedrijven daar alleen? Want nog steeds heb, je, heb ik wel, best wel het idee dat er wordt natuurlijk wel gesproken over, uh, zeg maar een andere manier van rapporteren. Hè? Dat hele ja. ESG-reporting ja. en het feit dat je zeg maar, niet alleen maar naar je spreadsheet moet kijken, maar tegelijkertijd ontmoet ik dan ook best wel heel veel bedrijven die uiteindelijk naar de financiële resultaten kijk, kijken en op basis daarvan zeggen: het gaat goed of slecht met bedrijf. Ja. Dat moet dus moet dat veranderen? Uh. Ja, maar ik denk dat er heel veel bedrijven prachtige duurzaamheidsverslagen al ontwikkelen ja, ja. naast hun jaarverslag. Et cetera. Ja, ja. Uh, maar als, als maatschappij kijken we naar het uh, bruto binnenlands product als zijnde, gaat het goed met het land of niet? Ja, dat is echt, denk ik, een van de slechtste cijfers om naar te kijken, mm -hmm. om, om de positie van een land te be mm -hmm. bepalen. Mm -hmm. Want als er oorlog is, dan wordt de wederopbouw meegenomen in uh, uh, de groei van een land. Terwijl de, de mm -hmm. schade van een oorlog wordt niet meegenomen mm wordt. -hmm. Ja, dus dus, dus het is het hele is systeem een, eigenlijk. Het is, ja, het, is, het is een systeemprobleem. En dat is ja. niet aan Helder Groen om dat systeem nee. op te lossen. <laughs> nee. uh, uh, wij zetten ons graag in voor organisaties. Of nou start-ups zijn die groot willen worden, of grote organisaties die nuttiger willen worden. Mm -hmm. Om hen vanuit communicatie te helpen, omdat effectief te maken. En mm -hmm. of dat nou intern is of extern... daar zetten we ons graag voor in. Maak eens concreet en dan wil ik beginnen met... ik noem dat toch een beetje de, de wat eenvoudigere categorie... namelijk de groene merken groot maken. Want ja. ik ben ook heel benieuwd hoe je dan grote merken uh, groen maakt. Maar ja. begin eens met die groene merken groot maken. Kun je eens een voorbeeld noemen van uh, een, een, een merk waarvoor jullie, waarvoor jullie werken? Uh, nou mijn, mijn kledingsponsor van vandaag, Circular, is wel een... Uh, Mooi voorbeeld daarvan. Ja. Uh, opgericht onder andere door Kim Lammers de Oud Hockey International. Ja. En ze hebben een uh, propositie ontwikkeld waarbij we alle sportverenigingen in Nederland circulair willen gaan maken. Uh, enerzijds vanuit kleding. Uh, dus oude kleding ophalen van verenigingen en daar nieuwe kleding van maken. Maar ook vanuit de pionnen, uh, de bidons, uh, uh, ja, ja. hebben we allemaal producten ontwikkeld. Uh, en dat systeem uh, zijn we nu aan het uitrollen. Maar ook gaan het kledingmerk neerzetten en het pionnenmerk Want neerzetten. het merk is dan Circular? Ja. ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Is dat non-profit of is het commercieel? Het is commercieel. Dat is commercieel. Ja. ja. En, uh, en de sportwereld, waarom de sportwereld? Want dit kun je natuurlijk ook toepassen op andere sectoren, toch? Uh, dit kun je zeker, ja. Uh, zij ko zij komen uit de sportwereld. En, ja, ja. en, en uh, medeoprichters, uh, Floris de Fleur ook. Dus... Dat is hun domein. Ik heb persoonlijk ook mijn, mijn impact domeinen zijn ook sport en, en onderwijs. Dat vind ik zelf boeiend en ja, interessant. Ja, 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 ja. Dus daar kies ik ook gewoon de, 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 de start-ups die bij ons langskomen. En zeggen, joh, we willen groeien. Kies ja. ik ze wel uit op basis van onze match. Uh, Welke mensen zitten er binnen helder groen? Passen die bij dat domein en onderwerp? Ja. maar het is zo breed en groot. Ja, 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 ja. Uh, en dan kiezen we wel de partijen waarvan we, waarmee we affiniteit hebben en ook kennis over hebben. En dan maar maar hoe, ma maak jij nou dit bedrijf groener of maak je, want jij ja, in dit geval zit, zit, maak je ze gewoon groter. Maak maak je gewoon je ze eigenlijk, groter. Ben je gewoon gewoon het bureau juist, van een juist, groen merk? Juist, juist, ja, ja. Dat Ga je is. nadenken iets... hoe je dat merk neerzet? Zo ja. aanstekelijk mogelijk in, in communicatie. En daarbij je gewoon even plat schrijft, een reclamebureau. Ja. 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 Uh, Vanuit je netwerk koppel je ze ook weer aan andere partijen en initiatieven die je kent. Ja. En, en Want een, een andersom is, een, is natuurlijk, hoe maak je grote merken groen? Ja. Je daar, heb je daar ook al je tanden in gezet? Uh, jazeker. Uh, groot bouwbedrijf. Uh, Maurik uh, begint het dan vaak bij merkstrategie. Uh, we doen merkstrategie als Helder Groen, uh, design and content and yeah. en content en campagnes. Bij die grote organisaties begint het vaak van... Ja, hoe geven we duurzaamheid een plekje in ons merk? Uh, en gaan we niet een, een duurzame strategie ontwikkelen? Uh, wel een duurzame strategie ontwikkelen, maar nee. niet een strategie op duurzaamheid. Dus ja. hoe veranker je duurzaamheid? En wat betekent duurzaamheid voor jouw organisatie is dat heel erg gelinkt op veiligheid vanuit personeel of zit dat op klimaat zit dat op energie? Wat is voor jou duurzaamheid? En, maar en ben je dan een bureau of bij dan een consultant? Niet. Boeit je niet? Nee, maar nee wat ik eigenlijk wil zeggen, dit gaat verder dan communicatie, toch? Als je als je met grote bedrijven ja. uh, aan ja. de bak gaat ja. en zij zeggen wij willen ja. groener worden, ja. dan dan gaat dat verder dan oh dan doen we maar even een commercial en zijn we groen. Klopt. Ja. Klopt. Het begint bij de fundamenten. Van, van waar geloof je in als organisatie? Wat jouw rol is in relatie tot mensen en maatschappij? Mm. Naast je rol met je dienstverlening en je doelgroep en, en je marktomschrijving. Mm. Dat brengen we dan graag samen. Um, en daarna ga je het pas doorvertalen naar je content en je campagnes, et cetera. Mm. Um, dus dat is bij de grote organisatie. En dat gaat van een PEC Swollen, ook weer een voetbalclub. Mm. Leuk om met sport. Ja, uh, ding. Ook te werken. Ga je ook toch nog krijgen. een beetje met voetbal? Ja, toch <laughs> nog uh, Dat is wel het leukste van ondernemers. Hè? En je kan wel af en toe ook de dingen doen die je zelf ook ja. uh, leuk vindt. Maar waar ook uh, populaire cultuur is denk ik een van de sleutels om, om duurzaamheid voor de massa te mm -hmm. toegankelijker te maken en mm -hmm. aanstekelijker te maken. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en voetbal is een van de domeinen waarvan ik denk ja, daar lopen voorbeeldfiguren. Daar, ja. daar gebeurt heel veel waarmee je ja. Andere mensen weer in beweging kan krijgen. Rond ja, daar wil ik zo meteen even op door. Hè? Want ja. jij, jij noemt dat de duurzame elite. Uh, dus ik wil het even hebben over die doelgroep, over mm. ons, hè? over uh, zeg maar, de consument, of hoe je het ook noemt. Ja. Maar nog één stap daarvoor. Stel nou dat je morgen aan de slag mag met um, bedrijven die als uh, toch we maar in de. In de discussie staan als zijnde, oh dat zijn de foute bedrijven. Ja. Dus ik noem er een paar, een Tata Steel of een Shell of een Coca-Cola met als een suiker en al een plastic. Uh, als je dat soort bedrijven zou, wat, wat vind jij van dat soort bedrijven? Hoe zou jij die willen aansturen? Als jij nou mocht vergroenen bij die gasten, wat zou jij doen? Ik denk, wij gaan als helder groen nooit voor gokbedrijven werken. En voor bedrijven die alleen maar met winstmaximalisatie bezig zijn... en, ja. en meer, meer, meer. Uh -huh. uh, vanuit de intenties van mensen binnen grote organisaties... om daadwerkelijk te veranderen... en daar oprechte... gedachtes bij hebben en, en ambities... Uh -huh. ja, zijn wij zeker een luisterend oor om te kijken... oké, okay, hoe kunnen we daarbij helpen? Uh -huh. En sluiten we dat niet op voorhand uit. Um, dus ook ten aanzien van een Coca-Cola... daar zou ik zeker geen nee tegen zeggen. Want ik denk nee. dat, daar, dat zij ook een sleutel zijn... om veel meer mensen in beweging te krijgen. Mm. Um, dus je kunt ja, het heel lastig goed doen, hè, dat soort bedrijven. Uh, ik heb af en toe wel medelijden met uh, mensen met goede intenties... binnen hele grote bedrijven. Want ja. wat zij aan modder over zich heen krijgen, juist vaak... Van de, de groene voorhoede, waar de kennis zit van mensen, hoe het wel moet, maar die mm -hmm. zo kritisch zijn op um, initiatieven, dat ik denk, ja, dat werkt ook verlammend. Mm -hmm. en, en wat er af en toe over uh, net Albert Heijn met uh, True Pricing en, en, en een koffie-initiatief is heel klein. Maar wat er op LinkedIn allemaal aan. aan Kritiek wordt geleverd. Dat ik ja, dat werkt ook verlammend voor mensen binnen een hele grote organisatie die het mm -hmm. beter willen doen. Mm -hmm. Dus misschien moeten we iets terughoudender zijn in het becommentariëren van, van anderen en gewoon met z'n allen gewoon lekker hard aan het werk zijn. En maar ja, precies, maar Er zijn twee dingen die daar spelen, want ja. we gaan langzamerhand naar die, naar die, die roepende uh, duurzame elite, noem ik het maar even zoals jij uh, dat dan mm -hmm. noemt. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat er een soort ik weet niet waar het ziet hoor, maar dat er een soort bijna max plaatsvindt. vindt. Want er zijn natuurlijk, laten we eerlijk zijn, binnen dat soort grote partijen, daar zit ook nog een hoop oude garden. Ja. die uit de oude wereld komt en denk wacht even, maar ho even. maar dit is ons businessmodel en hier verdienen we bakken met geld mee ja. en dan komen jullie aan met dit verhaal ja. uh, als het van mij ligt liever niet, weet je wel? Ja. Dus kost het ook gewoon tijd. Ja. En, en inmiddels zijn er ook heel veel grote bedrijven, ook wij zijn B Corp en 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 Nestlé is ook. Uh, Toegetreden als B-Corp. Uh, dat betekent dat je dingen moet veranderen in je statuten. Uh, Oké, okay, dat bedrijf is er nog lang niet. Mm -hmm. Maar daar dat wordt heel hard gewerkt om dat beter te maken. Mm -hmm. En dat, dat systeem beïnvloedt ook in positieve manier. Ook weer de oude garde. Dat is zeker, oh ik zie daar. Dus ja, er worden mm -hmm. steeds meer voorbeelden gecreëerd. Mm -hmm. um, waarvan ik denk, ja, dat is gewoon een kwestie van tijd. Um, Wanneer iedereen snapt dat, dat duurzaamheid gewoon de allerbeste business case is die er is. Ja. Ja, het is eigenlijk uh, best wel raar dat het niet de standaard business case is. Ja, Waarom zou je de aarde verneuken eigenlijk? Ja, als je daar weer slechts van een afstand naar kijkt, is het ook allemaal logisch. We hebben een lizard brain, dus we vinden het moeilijk om, om jaren vooruit te kijken. En, en ja, dus, dus het kost gewoon tijd, hmm. deze transitie. Hmm. Ja moet wel hard aan het werk om te zorgen dat het zo snel mogelijk gebeurt, uh -huh. uh, maar in het nu niet te kritisch zijn op elkaar en, en elkaar juist inspireren en energie geven en, en... Uh, wat vind jij, wat, wat vind jij de duurzame elite hè? wie zijn dat Jeetje. Nou, dan ga ik nu gewoon namen noemen nee 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 nee, 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 <laughs> nee, ga ik niet doen. nee ja dat is uh, iets uh, bij uh, mij uh, die woont ja woord, <laughs> Duurzame elite. Je dus, ja. jij, jij hebt daar wel een mening over, hè? over die kleine, die 15% van Nederland ja. die het ook zich kan veroorloven. Ja, het, het, ik ben zelf ook in een bevoorrechte positie, door alles wat ik in het verleden heb meegemaakt, dat ik de ruimte heb om heel veel keuzes te maken die een hele grote groep mensen niet heeft. De meeste. En, en ik kom wel heel veel, um, 45, 50, 55 wit, nou, dus even vinkjes, geeft een naampje. allemaal tegen in de groene bubbel die een sterke mening hebben. Waarvan ik denk, ja, jongens, laten we nou niet, niet te veel in ons cirkeltje van mensen denken die het allemaal best aardig voor elkaar hebben. Best mm zijn. -hmm. Met wat kunnen we nu creëren, waardoor we veel meer mensen ja. in beweging krijgen? Ja. En, en die geen keuze hebben, die geen geld die, hebben. Juist, juist. Die, die, niet of die heel veel wel ook geld hebben, maar gewoon er nog niet mee bezig zijn. Nee. Ook niet tegen duurzaamheid, duurzaam zijn, maar ook niet per se voor. Ja, die, die gaan niet aan op uh, het uitleggen waarom het allemaal fout is en niet goed is. Nee. Uh, die gaan op, aan op een aanstekelijk alternatief. Dus laten we het daarover. Nemen. Wat zijn de aanstekelijke alternatieven die we nu kunnen bieden voor grotere groepen mensen? Um, in plaats van proberen uit te leggen waarom dingen niet goed zijn. Of, mm. of. En dus heb je ook rolmodellen nodig? Uh, dus is het de kracht ja. van influencers ja. of, uh, of bekende in jouw wereld sporters? Je kan uitleggen, de, gebruik het voorbeeldje vaak, van waarom vlees eten gewoon, gewoon heel, veel, heel veel vlees eten niet goed is. Mm -hmm. en, en wat schadelijke gevolgen daarvan zijn, etc. Cetera, et cetera. Ik geloof niet dat we daar 85% van Nederland mee in beweging krijgen. Nee. Maar als Messi of iemand anders vleesvervangers gaat eten, dan denk ik dat zonder dat er enige argumentatie achter zit, dan gaan mensen wel veranderen. Nee. En uh, de Toyota Prius met de lancering. Die werden, er werden niet duizenden van verkocht in Amerika. Omdat iedereen opeens dacht: oh, dat is beter voor het milieu. Nee, Cameron Diaz en Leonardo DiCaprio uh, Caprio reden in die auto. Ja. En hij zat in de serie West Wing. Wat, wat trouwens een van de beste series is. Uh, vanuit een politiek uh, perspectief. <laughs> Daarom werd die auto verkocht. En, en dus nadenken over hoe, welke instrumenten kunnen we gebruiken om mensen in beweging te zetten. Ja, daar wil ik graag veel meer tijd aan besteden dan. Eigenlijk met, met een grote groep witte mensen. die allemaal een beetje dezelfde reis hebben doorgemaakt. nadenken van wat is nou goed en wat is fout. En ja. dus is de intrinsieke wil van die grote bedrijven. Om goede dingen te doen, is dus super belangrijk. Want ja. die moeten gewoon. Je kan wel kip eieren blijven wachten. Juste. Maar zij moeten gewoon gaan. En Juste. dan hebben ze jullie nodig. En als jullie dan de goede campagnes doen, dan krijg je die massa gewoon aan het bewegen. Ja. En dan veranderen we in zijn totaliteit. Dat denk ik wel. Dat is het spelletje. Ja, dat is het spelletje. <laughs> en en daar werken we ook voor start-ups. Om daar ook van te leren om weer te kunnen ja. geven aan die grote ja. bedrijven. Ja. Ja. En, en door te werken met grote organisaties, ja, daar zitten weer elementen in die we kunnen toepassen op de Startups en scale-ups die ja, groter moeten worden. Ja. En, uh, en dus heel erg bezig met, met aanstekelijke uh, initiatieven. Dus naast Circular zijn we, werken we al een jaar met No Waste Chair. Kees Dekkers is een jongen van 23. Die uh, belde mij op. Hij zei, ik heb een stoel ontworpen op school. Uh, hij zat uh, op de ontwerp... Uh, God, Ik weet niet meer precies welke studie. Nou, hij had een stoel ontworpen met... ja, ja. Uh, van gerecycled. Uh, ja, uh, gerecycled plexiglas stoel. Ja. En die vulde hij met afvalstromen. Dus hij had er eentje gemaakt met coronaafval. Die had hij uh, verkocht aan het Koninklijk Huis. Want die, die waren betrokken bij een, uh, bij een evenement. Met coronaafval. Hij maakte door die stoel die hij had ontworpen, werd afval opeens mooi. Het, het, het werd gewoon een statement, een kunstobject. En hij zei: had je met, met corona-afval, maar dat kan je dus met alles doen. Dus het afval van events, van, van een ajax ceremonie uh, hm. oude lekker voetballen, uh, kunstnagels, et cetera. Dus met hem zijn we nu al een jaar bezig en hebben we samenwerking met Colmar gehad in Europa. Die die stoel overal in Europa in hun retailwinkels hebben gezet met hun kleding erin. Ja, dus hij had afval aanstekelijk gemaakt. Ja, dat, dat vind ik zo vet. Ja. Dus over de as van schoonheid ja. ga je het hebben over duurzaamheid. En ja. niet over de as van de wereld staat in de fik en dit is een mis en dat is een probleem. Dit, ja. dit, dit. Nee, laten we het aantrekkelijk ja. maken. Oh, dat ik, dat, ik weet het. het een voorbeeld van een bedrijf dat ik sprak, die zit in de gevelbouw. En die, uh, die wilden ook circulariteit uh, zeg maar uh, promoten, waren daar druk mee bezig. En die hadden op een gegeven moment een gevel gemaakt van restafval van spijkerbroeken. En toen hadden ze dat op een school hadden ze een nieuwe gevel gebouwd. Met, ja. En hadden alle leerlingen hadden hun oude ja. jeans en oude spijker spijkerbroeken ja. verzameld. En daarmee hadden ze de gevel van die school gemaakt. Daarmee ja. maak je het leuk ja. en, en, en mooi. Ja. Ja, en dat dat, ik denk dat dat een van de sleutels is naast voorbeeldfiguren. Um, waar we meer mee bezig moeten zijn. Namelijk in duurzaamheid zit het woord duur. Dus elke keer dat je het woord duurzaamheid gebruikt, gaat er automatisch onbewust bij mensen ja. het gevoel van wat het ook is vaak nu nog. Hè? Het, het is ook ja. vaak duur, ja. maar alleen al dat woordgebruik ja. is, is technisch niet nee, nee, handig. Nee, nee. Ja, 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 ja. Dus uh, hoe maak je het uh, uh, toegankelijk? Hoe moet handelen? je dan? Moet je, moet je nog branden eigenlijk dan? Uh, ik, ik denk dat uh, we cabaretjes nodig gaan hebben om, om humor toe te passen. Ja. Uh, Want nu is duurzaamheid en alle communicatie erover is vaak heel zwaar en, mm. en serieus. Mm. En, en zie je opeens windmolens en alles wordt donkergroen in ja, ja, ja. stijlen. En dan denk ik, ja, de, de, daar slaat de massa en, niet op aan. Worden we niet blij van? Nee. Maar uh, kunnen we eens met cabaretiers gaan nadenken hoe we ook weer grappig kunnen mm. zijn als we het hebben over duurzaamheid? Mm. Want dat is gewoon een sleutel van, van effectiviteit in, in uh, communicatie en reclame. Heel Humor. Hm. Ja, dus humor in, in rond duurzaamheid en communicatie... is wel een sleutel die ik steeds vaker wil gaan inzetten. Ja, ja. Omdat ik denk dat het gewoon effectief is. Moet je wel erop passen dat er humor mag? Uh, ja, dus... Het, maar daarom is het extra belangrijk om humor weer extra toe te voegen. Hm. Ja. Met een randje ook. Uh, ja, als we er niet om kunnen lachen, dan, dan ja. Ja, nemen we het gewoon te serieus, denk Geloof ik. Geloof jij in de goedheid van... De wereld? Jeetje. Er zijn dagen dat ik, als ik op zaterdag het NRC lees, ik lees ook graag de Telegraaf om ook een beetje van alle kanten het mm -hmm. nieuws te volgen. Maar als ik het NRC lees, dan ben ik af en toe wel, wel heel erg pessimistisch gestemd. Mm -hmm. um, maar er zijn ook dagen, dan kom ik in aanraking met zoveel mensen in Nederland die met initiatieven bezig zijn binnen grote bedrijven of in de gemeenschap of vanuit een commercieel perspectief. Denk ik, ja, ja, natuurlijk gaan we dit echt met z'n allen cheffen dat, dat we kunnen draaien en ja. daarmee make ik opeens... Over optimistisch over de toekomst ja. en over de mensheid. Ja, dat is het enige wat er, dat, dat is wel wat er moet gebeuren. Dat We dat moeten met z'n allen die draigen maken. Ja, en, en en niet op microniveau. Het, het, de Happy Activist werken we mee, mee samen. Hij deelt wekelijks het, een paar keer per week lokale initiatieven in Nederland. Ja. voor mensen die met bijzondere positieve projecten bezig zijn. Er is zoveel. Er is zoveel om Trots op te zijn en, ja. en daar de nadruk op te leggen, uh, vind ik gewoon heel bemoedigend. Maar misschien doe ik het ook wel om zelf te blijven geloven in. in wat we met elkaar allemaal kunnen bereiken. Ja, moeten we anders? Ja, de, ja, eh? ja, maar dat is toch. Ja, ja. Dan houden we het wel op als je dat niet gelooft. Juist, hey, ja. even begonnen met dat ondernemerschap, en met het feit dat je twee jaar geleden het bureau kocht en um, en hoe je het nu ook aan het laten groeien uh, bent. Ja. Laten we daar ook mee afsluiten, want je hebt recent een overname gedaan Nature's Right. Ja. Um, dat is niet een type, je hebt niet een typisch reclamebureau-strategieplan, toch? Nee. Want ik las ook ergens iets over een juridische club die je nog ja. wel zou willen hebben. Oftewel, hoe wil jij groeien? Uh, over de as van... Uh, een, uh, de droom is een aantal bedrijven die met hetzelfde ethische kompas varen als, als Helder Groen. Uh, welke rol we willen spelen in, in de samenleving. Duurzaamheid is een veelkoppig... Dus, uh, we vechten tegen een veelkoppig monster uh -huh. en is, is uh, communicatie in een reclamebureau is maar één sleuteltje tot verandering. Uh -huh. uh, ik zie tot bij de veel kleine bedrijven die allemaal knokken. Ik wil het liefst uh, vanuit die droom een aantal bedrijven verzamelen die heel veel verandering is is wetgeving gedreven uh, uh, voor bedrijven. Dus uh -huh. juist een juridische club naast uh, helder groen zetten. Uh, Werk denk versterkend. Um, een marktonderzoek. Club. Er moet heel veel onderzoek gedaan worden uh, binnen bedrijven naar een footprint, et cetera, om te kunnen bepalen waar je naartoe wil. Maar ook welke communi communicatie is effectief vanuit duurzaamheid. Dus een uh, marktonderzoeksclub. Um, en dat kunnen andere bedrijven ook nog zijn, maar wel over de as van verandering en impact. En welke, welke sleutels hebben het meeste toegevoegde waarde in die verandering. En niet per se een club, een, een klassieke communicatienetwerkclub. Dat heeft niet mijn. Ambitie. Je worden er uh, genoeg gebouwd op dit moment. Die zijn worden er genoeg gebouwd. Ja, 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 en wat is Nature's Right? Wat is dat voor een uh, bedrijf? Dat is, dat is een heel mooi uh, bedrijf dat eigenlijk mkb-bedrijven helpt die wel willen verduurzamen, maar nog niet precies weten hoe, vanuit een scan en, en advies uh, handelingsperspectief bieden op het gebied van uh, duurzaamheid. Um, vanuit een scan- en, en handelingsperspectief. En er zitten allemaal biologen achter, omdat het geënt is uh, op biomimicry. <coughs> biomimicry is een ja, richting binnen duurzaamheid, die echt kijkt naar de natuur. De natuur heeft uh, 3,8 miljard jaar gratis research en development uh, ontwikkeld. En kijkt ook in de na naar de natuur als metafoor hoe we kunnen. Leren en veranderen. Hoe werken mieren samen? Uh, haaien, haaien kunnen levens in een ziekenhuis redden. Door het feit dat op haaien de, de schubbenstructuur... daar groeien geen. of er de, de leven geen andere visjes op. omdat het zo. alles spoelt er vanaf. in tegenstelling tot andere vis. Nou, die kennis is meegenomen in ziekenhuizen. want daar gaan de meeste mensen dood aan infecties. niet aan de ziekte waarmee ze binnenkomen. En deurklinken kan je dus, als je daar dezelfde schubbenstructuur op toepast, hechten bacteriën minder snel en et cetera. Dus je kunt heel veel leren van de natuur uh, voor organisaties in productontwikkeling, maar ook uh, hoe mensen met elkaar omgaan. Mm -hmm. En dat gebruiken we enerzijds als inspiratie uh, vanuit Nature's Right voor, voor bedrijven die uh, uh, gewoon even willen leren van de natuur. Mm -hmm. uh, maar zit ook in de, uh, de consultancy die we leveren aan de bedrijven. Ja, ja. Uh, om te veranderen. Want die, ja. die voorbeelden zijn. Uh, Wouter Swenneker, uh, run netjes, right? Die heeft veertig van die. principes uit de natuur. die ja, gepast zijn ja. op, op bedrijven, organisaties. Ja, ja. Dat, en, en dan wordt het ook weer leuk. En dan wordt het ook weer. ja. ja. Ik vind het ook altijd leuk dat mensen zeggen van ja, de natuur staat onder druk en we moeten veranderen, want de natuur dit en denk van nou, ik zou me als mens meer zorgen maken, want die natuur die redt het wel hoor. Die, die redt het die, wel. Die, die gaat erop en wel. erover en straks. Juist. ja en, dus en, dat is het probleem niet. Daarvan leren en dat, dat is zijn domein en Nature Right moet lekker doen en waar zij goed in zijn. Ja. Uh, alleen zware vanuit hetzelfde ethische kompas als Helder Groen. Ja. Uh, voor welke klanten werken we wel, werken we niet. Ja. Hoe zorgen we zo goed mogelijk voor onze eigen werknemers? Uh, uh, en is dit uh, de eerste stap naar de droom om een groep bedrijven te verzamelen? Niet vanuit eigenaarschap, mm. maar vanuit impact. Okay, wie, als samen zijn we zoveel sterker. Ja, wil je groot worden? Uh, ja, ik, ik, ik denk dat dat noodzakelijk is. Om impact te maken. Mm. Niet als doel op zich om groot te worden. Dat, en als je dan even ondernemers strategisch kijkt, wil je dat allemaal zelf gaan doen. Want je ziet natuurlijk ook die beweging in de in de bureauwereld, nu waar we heel veel private equity natuurlijk beschikbaar is. Mm -hmm. uh, waarbij de de IO's en de Happy ja. Horizons van deze wereld ja. natuurlijk als een jacko groeien. Zou dat voor jou een model kunnen zijn waarbij je met een investeringsclub gaat samenwerken, waardoor je nog veel harder dit soort stappen kan zetten? Of ik sluit het niet uit. Ik sluit sowieso altijd weinig dingen uit. <laughs> ik denk het niet. Nee. Uh, ik, ik neig er naar dat we steward ownership ook gaan omarmen binnen, binnen, binnen die groep. En ook, ook binnen die werkmaatschappij als we er zo naar kijken. Uh, ik zou liever organisch groeien met de mensen die het ook zelf gaan doen. Ja, ja. Dat is nu. Maar ben ik ben ook hartstikke druk gewoon met Helder Groen. Want het, het, er is nogal veel te doen in, in, uh, in Nederland. Dus we ja. kijken ook gewoon weer in welk tempo dit gaat. Ja. En, en wat, wat past. Ja. En, en ook met de wetten van de natuur mee als ondernemer. Dat, ik weet gewoon dat die donkere maanden. dat zijn niet mijn beste maanden. Die, die, die beginnen in de lente en de zomer. Daar ben ik het beste. Dus ik denk ja. dat we de komende maanden weer wat meer stappen maken. <laughs> ja. In de herfst en winter zijn we wellicht weer even wat meer bezig met. Uh, met de basis. Ja. En. Uh, nee, het is fijn om, om. zo ook naar de toekomst te kijken. Dat het. Het gaat in het tempo wat we verdienen en, nee, en kunnen. We moeten het mooi en goed doen. Maar niet meer als doel op zich. We gaan kijken hoeveel impact we Ik hoor kunnen je. gaan maken. Ik wens je daar heel veel succes mee en, uh, en heel veel zingeving en heel veel plezier ook. Dankjewel. Dankjewel dat jij dankjewel. mijn gast was. En dankjewel voor het kijken naar nou, weer een prachtig gesprek met in dit geval Arthur Herpel van Bureau Helder Groen. En uh, wil je nog meer van dit soort gesprekken zien? En je zit op YouTube, blijf dan even hangen. Over twee seconden krijg je twee nieuwe video's te zien. En zit je te luisteren naar de podcast? Er staan inmiddels meer dan duizend gesprekken uh, op 7D-TV. En elke week komen er twee nieuwe bij. Dus abonneer je rustig, dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken of luisteren. Hoi.